inderdaad, ondernemen is optimisme uitstralen. En al heeft dat de afgelopen jaren niet altijd, is dat niet altijd even makkelijk geweest. Dat is toch de manier waarop wij in het leven staan. Wij vertegenwoordigen inderdaad een branche van importantie. Zo'n 10 miljard gaat er in onze branche om. En in die zin is de aandacht voor onze branche wel degelijk op zijn plaats. Alhoewel we die van de NMA konden missen als kiespijn. En gelukkig is onze branche en is ons product ook inmiddels een vrijwel onmisbaar onderdeel geworden van de levens van de consumenten. Want anders hadden we toch de afgelopen jaren nog weer een ander probleem gehad. Vorig jaar stonden we hier op 6 januari. Net na de sneeuw en de ellende, dat was wel mooi. En hieven we het glas op een voorzichtig optimistisch 2011. Na de zware, zwarte crisisjaren 2009 en 2010. En wat we toen niet konden vermoeden was dat nog geen 3 weken later de NMA met groot geweld een aantal van onze reisondernemingen zou binnenvallen. En ook de AVM met een bezoekje zou vereren, want men vermoedde ongeoorloofde prijsafspraken, afspraken tussen reisorganisaties, afspraken om te voorkomen dat reisbureaus korting zouden geven aan hun consumenten. En meer dan 60 NMA-medewerkers die vielen tegelijkertijd onze kantoren binnen en verhoorden bestuurders en andere managers, doorzochten kantoren en namen tienduizenden papieren en digitale documenten in beslag. Alleen in ons bedrijf al 18.000 documenten. Voor mij en voor veel van mijn branchecollega's was het een van de meest vernederende ervaringen in mijn loopbaan. Vooral ook omdat de betrokkenen zich van geen kwaad bewust waren. Dat we dat zeiden, dat zegt iedereen. Maar we waren het ook en dat blijkt gelukkig nu ook. En dan verboden prijsafspraken in de reiswereld. Er zijn weinig branches en ik heb dat veel van mijn collega's ook nog vaak horen herhalen. Er zijn weinig branches die zo concurrerend zijn als de reisbranche. We concurreren op het scherp van de snede. Gunnen onze concurrent geen enkele passagier meer, maar dat we ook nog een beetje van de gezelligheid zijn, dat we elkaar ook nog tijdens sociale bijeenkomsten met elkaar praten, elkaar ontmoeten, dat mag dan blijkbaar niet meer. Het is een beetje zoals ik denk inmiddels 30 jaar geleden, ik zat nog op het NWIT en woonde een rugbywedstrijd mee in Schotland, bij in Schotland, waar teams elkaar zo ongeveer naar het leven stonden en elkaar op het veld blesseerde en half doodschopte en na de hand als de allerbeste vrienden in de kantine elkaars wonden likten en samen dronken werden en gezelligheid beleefden. Maar ook zonder enige afspraak over de uitslag van de wedstrijd vooraf of achteraf voor de volgende wedstrijd. En ik denk dat dat een mooie vergelijking is met de reisbranche. We hebben het gezellig, we hebben het goed met elkaar, maar morgen zijn we weer allemaal paraat om elkaar de eerstvolgende passagier af te snoepen. De NMA heeft velen in de reisbranche gekrenkt in hun integriteit. En als voorzitter van de ANVR en ook als baasje van een van de grote reisorganisaties heb ik dat aan de lijve ondervonden. Te meer omdat ik door de NMA in deze dubbelfunctie als een soort spin in het kartelweb werd gezien met de ANVR als instrument. En ik heb direct na de invallen de volgende dag een ronde gemaakt langs al onze kantoren, althans de grote vestigingen. En daar vanaf de zeepkist de medewerkers verzekerd dat de NMA geen enkele case had, dat de inval op niets gebaseerd was en dat we niks verkeerd gedaan hadden. Maar toch voelde je overal die twijfel. Ja, ze zullen toch niet met 60 mensen binnenvallen als er helemaal niets is. En zo wordt opeens de integriteit van iedereen in onze branche, want ik denk dat veel collega's diezelfde ervaring hebben, te grabbel gegooid. En dat voelde ongelooflijk slecht. Ook in de pers werd onder andere mijn dubbelrol bekritiseerd, terwijl het wezenskenmerk van brancheverenigingen toch is dat de bestuurders afkomstig zijn uit de branche zelf. En dan zie je dat ook de zogenaamde serieuze pers niet altijd een serieuze kritische pet op heeft. Ik heb steeds gehoopt dat het onderzoek snel zou worden afgerond. Sterker nog, ik kon mij niet voorstellen dat dat niet zou gebeuren. Maar deskundigen verzekerden mij dat het allemaal minimaal een jaar zou duren en dat we dan nog heel blij mochten zijn. Het is nu een jaar geleden. En met een beetje hulp van de Telegraaf zijn we er toch in geslaagd om het onderzoek uiteindelijk te doen beëindigen. Want sinds 15:57 hele middag heeft de NMA het onderzoek definitief stopgezet. Nadat wat stevig artikel van vanochtend in de Telegraaf was de NMA zo in zijn wiek geschoten
dat de afstemming over een gezamenlijk persbericht met de ANVR eenzijdig werd opgeschort en de NMA dus eerder vanmiddag met een eigen persbericht kwam. En wat heeft nou uiteindelijk vanuit een NMA-optiek dat onderzoek opgeleverd? NMA die nog heel trots en parmantig een persbericht uitstuurde met de kop. Ik geloof NMA dwingt reisbranche tot aanpassing van voorwaarden. Wat zijn die aanpassingen? Die aanpassingen zijn 10 woorden als verduidelijking op 1 artikel in de consumentenvoorwaarden die niet eens dwingend worden opgelegd, want dat mag niet, dat doen we ook niet, maar die als model worden meegegeven voor de reisonderneming om daar de consumentenvoorwaarden op te baseren. Dat is alles. En op basis daarvan... Mijn tijd is onbegrepen. Goed, nou, het beschermen van het eigen belang en het eigen imago wordt door de NMA blijkbaar aanzienlijk zorgvuldiger gekoesterd dan het nemen van het besluit om met 60 man onze kantoren binnen te vallen en een branche volkomen ten onrechte te criminaliseren. Maar nu het dan uiteindelijk zover is, blijft de kater, de frustratie en de rekening. En een verrichte rekensom leert dat de dokkenpartijen zo'n 2 miljoen hebben uitgegeven aan juridische bijstand en aan eigen uren. En ook de AVR, denk ik een tonnetje of zo, dat is uw geld, dat is het geld van de leden. Een ton om zichzelf juridisch te beschermen tegen deze inval. En ik vrees dat er geen garantie of calamiteitenfonds is voor NMA-gedupeerden, waar we dat terug kunnen claimen. En wat dat betreft hebben we het in de reiswereld aanzienlijk beter voor elkaar. Met alle perikelen rondom de NMA, de euro en de economie zouden we bijna vergeten dat het met de AVR zelf heel erg goed gaat. Ook in het afgelopen jaar, net als in 2010, steeg het aantal leden en geeft dat aan dat de AVR een groot en zelfs nog toenemend draagvlak heeft. Juist in minder goede tijden en rondom minder populaire dossiers moet een branchevereniging zich bewijzen en dat heeft de ANVR in 2011 zeker gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale reisbescheiden, waar de tegenstrijdige belangen en de wensen van reisagenten en touroperators op een constructieve wijze werden gekanaliseerd via de ANVR. En ook het moeizame en ingewikkelde dossier rondom de invoering van de reisbureauregeling BTW-heffing op buitenlandse reizen binnen de EU is door de AVR doortastend opgepakt. En al is het hier moeilijk om echt te scoren door de hoge mate van onduidelijkheid die er juist ook bij de Belastingdienst nog steeds bestaat over de regels, de toepassing en de handhaving ervan. In tijden van crisis wil aandacht voor duurzaamheid nog wel eens onder druk komen te staan, maar de AVR heeft juist extra gas gegeven door op dit front met speciale aandacht te komen voor reisagenten en ook inkomende agenten op bestemmingen als Tanzania, Kenia en Thailand. En ik weet zeker dat ik namens mijn collega-bestuurders spreek als ik Frank Oostdam en zijn collega's bedank voor 2011 als een zeer succesvol jaar voor de AVR. En hoe beter Frank en zijn collega's presteren, des te minder hebben wij als bestuurders te doen. En dat is uiteraard ook niet onbelangrijk. 2011 was blijkbaar het jaar van de autoriteit. De NMA hebben we al gehad, maar ook met een andere autoriteit hadden we als reisbranche het nodig te stellen. En nog steeds, de consumentenautoriteit. In 2007, bij de oprichting van de consumentenautoriteit, waren we als ANVR nog zeer hoopvol dat die ons zou kunnen ondersteunen in onze strijd tegen beunhazen in ons vak. De pseudo-reisorganisaties die zonder aan wettelijke voorschriften te voldoen een graantje wilden meepikken van die 10 miljard die in onze branche omgaat. De opportunistische clubs die zich niet houden aan de regels rondom het adverteren met all-in-prijzen. Of reisorganisaties die geen wettelijk voorgeschreven garantievoorziening bieden voor de vooruitbetaalde reisgelden van hun klanten. Vorig jaar tijdens deze bijeenkomst lanceerde de ANVR de zogenaamde signaleringslijst, al gauw in de pers de zwarte lijst genoemd, van reisorganisaties die zich niet aan de regels hielden. Noodgedwongen omdat we vonden en vinden dat de consumentenautoriteit onvoldoende optreedt tegen deze praktijken, ondanks voortdurend overleg en ondanks het feit dat we als reisbranche aan strenge zelfregulering doen, bijvoorbeeld door de code reisprijsaanbiedingen die we binnen de eigen gelederen streng handhaven. Wat we wel van de consumentenautoriteit vragen is om overtreders buiten onze invloedssfeer aan te pakken
omdat we moeilijk discipline van onze eigen leden kunnen eisen, terwijl grote partijen als Ryanair en Groupon ongestoord alle regels aan hun laars kunnen lappen. Wij zijn van mening dat de consumentenautoriteit daar nu eindelijk eens hard tegen moet optreden, in plaats van wederom de suggestie te wekken dat we het in onze branche slecht voor elkaar hebben. In de agenda van de consumentenautoriteit voor 2012 wordt de reisbranche namelijk weer als speerpunt genoemd. En ik citeer, als laatste onderwerp is gekozen voor extra toezicht op de reisbranche. Dit komt met name doordat in de reisbranche klanten vaak worden gelokt met prijzen die niet de volledige lading dekken. De diensten die zijn vaak niet af te nemen voor een prijs waarvoor wordt geadverteerd. Tijdens het boekingsproces worden veelal nog bijkomende kosten in rekening gebracht. Al dus de consumentenautoriteit. En dat terwijl wij als reisbranche jaren geleden al zelf het voortouw hebben genomen om aan deze praktijken een einde te maken. En al jaren dus ook de consumentenautoriteit vragen om ons daarbij te helpen door sancties op te leggen aan overtreders in plaats van onze gehele branche voortdurend de Zwarte Piet toe te schuiven. En zo voeren we helaas een soort strijd tegen windmolens met allerlei autoriteiten. En over windmolens gesproken, de storm die de laatste dagen in letterlijke zin over Nederland trekt, zien we uiteraard in figuurlijke zin ook in onze branche. Het voorzichtige optimisme van vorig jaar is inmiddels een beetje omgeslagen in bezorgdheid. De samenloop van omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden is slecht nieuws voor de reiswereld. Om te beginnen de matige vooruitzichten qua economische groei en met name ook de koopkracht van de consument, waar Bernard Wietje het daar straks ook al over had. En die veroorzakers die veroorzaken een blijvend laag consumentenvertrouwen. En dat is slecht nieuws voor onze branche. Wij zien graag consumenten die vroegtijdig, lang van tevoren, bereid zijn hun vakantiereis te boeken en daarbij uiteraard ook niet op een paar dubbeltjes letten. En dat geldt uiteraard ook voor de zakenreizigers, die we graag veel en vaak zien vliegen en liefst in business class, maar dat is goed voor onze omzet, marges en voor onze afspraken met de airlines. Ook die zakenreiziger zien we momenteel weer wat minder vaak als gevolg van kostenreducties bij grote bedrijven. Dan hebben we ook nog te maken met een gehavend vakantiebestemmingenpalet. Noord-Afrika lijkt nog steeds onder de gevolgen van de Arabische lente. En zolang daar de rust en stabiliteit niet zijn weergekeerd, zullen veel mensen, consumenten terughoudend zijn om hun vakantie naar die gebieden te boeken. En zeker wat langer vooruit. Wel kort van tevoren, niet lang van tevoren. En Griekenland ondervindt nu ook de gevolgen van alle negatieve media-aandacht voor het land in verband met de onoverzienbare staatsschuldenberg. Consumenten lijken een wat ondefinieerbare angst te hebben om hun geld in een reis naar dat land te steken, alhoewel ze natuurlijk feitelijk geen enkel financieel risico lopen. Maar negatieve aandacht is nooit goed voor een bestemming en bovendien heeft Griekenland het juist altijd moeten hebben van zijn sympathieke imago. En daar is in de ogen van de gemiddelde Nederlander niet zoveel meer van over. De eurocrisis heeft ook nog andere negatieve gevolgen, zoals een sterkere dollar, zeker nu de laatste weken er weer wat positievere berichten komen over de Amerikaanse economie. En last but not least, de politieke spanningen rondom Iran, die zorgen voor een sterke stijging van de olieprijs. Een dure dollar en een dure olie zorgen voor hogere prijzen van veel vakanties, vooral vliegvakanties en dan met name vliegvakanties naar wat verder weggelegen bestemmingen. Een effect dat overigens met de nodige vertraging optreedt, want voor de huidige winter en zomer zijn de risico's van dollar en olie al grotendeels ingedekt. Al met al kan het niet anders dan dat de consument de neiging heeft om later te boeken. Maar dat is helemaal niet verstandig. Zeker niet als die ook nog prijsbewust is en dat is die crisisconsument bij uitstek. Er zijn namelijk zeer zwaarwegende argumenten voor consumenten om wel tijdig en wel nu de vakantiereis vast te leggen. De strijd om de gunst van de vakantieconsument is immers al vroeg in alle hevigheid losgebarsten. Met uitzonderlijk hoge vroegboekkortingen en uitzonderlijk scherpe prijzen op belangrijke bestemmingen zoals Griekenland en Turkije. En met de flexibele pricing die alle reisorganisaties tegenwoordig toepassen, is het zeer denkbaar dat die prijzen straks weer normaler, lees, hoger worden. En bovendien lopen consumenten die nu boeken geen